Van harte welkom iedereen bij het webinar van Actief Leren Lezen. Ik wens jullie heel veel luister- en kijkplezier en ik geef graag het woord aan onze moderator en hosten van vandaag, Marjolein van Oenen. Van harte welkom allemaal op het webinar over leesplezier, verzorgd door Actief Leren Lezen. Wat fijn dat jullie met zoveel mensen zijn aangesloten bij dit webinar. In deze tijd van thuisonderwijs wordt er ontzettend veel van jullie als leerkracht gevraagd. Maar toch hebben jullie tijd gevonden om bij ons aan te sluiten en naar ons te komen kijken. Dus dat is echt hartstikke tof. Mijn naam is Marjolein van Oenen en ik begeleid jullie vandaag door het webinar heen. Om te beginnen namens Actief Leren Lezen de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. En natuurlijk ook heel veel leesplezier gewenst. Want dat leesplezier, daar gaat het de laatste tijd toch wel heel erg veel over. Dat getuigt ook wel van het feit dat jullie met zoveel mensen hebben gereageerd op dit webinar. Zeker ook in publicaties zoals het manifest Lezen van de Leescoalitie en Lees, een oproep tot leesoffensief van de Onderwijsraad, wordt heel erg benadrukt wat het belang is van het hebben van een goede leescultuur op school en een centrale rol daarin voor het leesplezier. Maar hoe doe je dat nou, werken aan leesplezier in de klas? In het overvolle programma wat je als leerkracht hebt, en wat je hebt aan te bieden aan leerlingen. Hoe kun je nou als leerkracht zijn het leren lezen zo leuk en effectief mogelijk maken? En hoe ga je daar met de methode mee om? Dat zijn de onderwerpen waar we het vandaag over gaan hebben met elkaar. We hebben een aantal mensen uitgenodigd die jullie daar van alles over gaan vertellen. Straks luisteren we als eerste naar Helen Rijgaard. Helen Rijgaard is taalcoördinator en groepsleerkracht in het basisonderwijs. En daarnaast is zij leesadviseur bij Actief Leren Lezen. Zij kan alles vertellen over de methode. We hebben Luc Koning uitgenodigd. Luc Koning is projectleider van het onderzoeksproject Redzaamheidslezen. En hij kan ons van alles vertellen over het belang van het lezen op een normaal tempo. En we hebben ook Joyce Gubbels uitgenodigd. Joyce Gubbels is onderzoeker bij Expertisecentrum Nederland. En zij heeft meegeschreven aan de publicaties die zijn resultaten in vogelvlucht. En zij helpt ons vandaag die resultaten wat beter te duiden en ook te kijken naar wat jij in het basisonderwijs kunt doen met betrekking tot het begrijpend lezen. Nou, voordat we naar de inhoud van het webinar gaan, eerst nog wat huishoudelijke mededelingen. In verband met de coronamaatregelen konden wij met het team van Actief Leren Lezen niet allemaal bij elkaar zijn en wij zijn op beeld op twee verschillende locaties. Dat vraagt soms wat van de verbinding en het schakelen tussen schermen. Dus dat is iets om rekening mee te houden. En wij vinden het daarnaast wel heel fijn als jullie vragen stellen aan ons die tijdens het webinar opkomen. En die vragen kun je stellen in de chat. De chat wordt op de achtergrond bijgehouden. En de vragen worden eventueel in de chat beantwoord. En sommige interessante vragen worden misschien aan de sprekers voorgelegd. Dus stel vooral je vragen in de chat en gebruik de chat ook graag alleen voor je vragen over de inhoud van het webinar. Nou, dat leesplezier, Helen. We hebben nu gehoord dat het wel ontzettend belangrijk is, dat weten we ook allemaal. Maar ja, als je in groep 3 begint met het leren lezen proces, dan is het best wel heel intensief dat je bezig bent met letters, met woordjes, met zinnetjes aanleren. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je in dat leesproces en het leren lezen die samenhang vindt om dat ook nog met plezier te doen? Dus hoe zorg je als leerkracht voor dat de kinderen dat leesplezier behouden eigenlijk? Kun jij ons daar wat meer over vertellen? Ja, heel graag. Dankjewel Marjolein. En ja, het is even wennen zo in mijn eentje. Maar wat ontzettend leuk dat jullie hebben ingeschreven voor dit webinar. Voordat we kunnen gaan inzoomen op leesplezier, wil ik even kort vertellen wat actief leren lezen eigenlijk is. Wij zijn een methode waar kinderen goed, technisch en met begrip leren lezen. Ons doel is dan ook dat alle kinderen in de groep met plezier en met begrip goed technisch leren lezen. Wij heten actief leren lezen als methode, niet alleen om kinderen letterlijk actief aan de slag te hebben en te laten springen en rennen. Dat vinden wij hele leuke werkvormen, maar daarvoor heten wij niet actief leren lezen. Wij heten actief leren lezen omdat we het heel belangrijk vinden dat kinderen actief betrokken zijn bij het leren lezen. Het proces om tot goed met begrip technisch leren lezen te komen.
Maar daarnaast vinden we het ook heel belangrijk dat leerkrachten actief betrokken zijn en zich weer gesteund voelen door onze methode om te durven kijken naar wat de kinderen in jouw groep nou eigenlijk echt nodig hebben om goed te leren lezen. En daarnaast zijn wij zelf ook heel actief betrokken als actief leren lezen. Wij luisteren altijd heel goed naar de werkvloer en dat is ook de reden waarom we dit webinar hebben georganiseerd. Nou, even kort voor de mensen die nog niet bekend zijn met onze methode. We zijn een complete methodiek die bestaat uit 4 onderdelen. Die onderdelen zijn los van elkaar flexibel in te zetten, maar ze versterken elkaar wel. Als een kind een zwakke woordenschat heeft, dan zie je dat ook terug in het lezen, in het begrijpend lezen en het technisch lezen. Dus het haakt in elkaar, maar het zijn ook losse onderdelen in de methode, waardoor je heel goed flexibel met actief leren lezen om kan gaan. Nou, even heel kort een introductie over het technisch lezen. Nou, wij zien letters, klanken, als een soort moertjes en schroefjes. Als je alleen maar die moertjes en die schroefjes hebt, die letters, dan is dat nog niks. Maar je hebt ze wel nodig om iets te kunnen maken. Woorden en zinnen. We vinden het heel belangrijk dat kinderen meteen vanaf de eerste week in groep 3 met begrip leren lezen. En daarvoor hebben wij een prachtig hulpmiddel en dat zijn onze woordtorentjes. Op de slide zie je een voorbeeld van zo'n woordtorentje en ik neem jullie even mee hoe dat werkt. Bovenaan zie je 1 klank, de t. En daaronder 2 klanken, t, o. Die worden gelijk aan elkaar verbonden tot to. Dan volgt er nog een derde klank bij, tor, tor. En dan het allerbelangrijkste, het lidwoord wordt toegevoegd, de tor. Want daardoor zijn dit niet gewoon een t, een o en een r, losse moertjes en schroefjes, maar het wordt een beestje, een torretje. Wij leren de kinderen gelijk de lidwoorden de, het en een aan. Daar krijgen de kinderen instructie over en dat wordt aangeleerd als een soort woordbeeld. Want wat willen we bereiken? Dat kinderen zo snel mogelijk met plezier boeken kunnen lezen en teksten. En wat kom je in elke tekst tegen? Lidwoorden. En hoe verwarrend is het als startende lezer dat je net van de leerkracht hebt geleerd, dit is een e, en je komt constant het woordje de tegen en dan klinkt opeens die e als een e. Dus wij vinden het heel waardevol om die lidwoorden meteen aan te leren. Maar daarnaast ook punten, komma's, uitroeptekens. Alles, dat hoort allemaal ook bij goed leren lezen. Dus daar geven we ook instructie over. De verhaaltjes zijn meteen ook betekenisvol en leuk. En je kan er ook met je klas over praten. Als er in het lesboek illustraties staan, dan kunnen kinderen nooit radend lezen door naar het plaatje te kijken. En als ik dan nu aan de kinderen vraag, waarom schrikt Pip of waarom rent ze weg? Dan hebben ze de tekst nodig om te begrijpen waarom dat is. Want je kan nergens aan de illustratie zien dat er een torretje op Pip zit en dat ze daarom wegrent. Wij zijn een methode zonder ruis. Een heel bewust en hele rustige methode. Hier op de slide zie je les 7. Een voorbeeld uit ons eerste lesboekje. Dat kan dus je 7e dag in groep 3 zijn. Maar het kan ook zijn dat dat je 10e dag is of je 11e dag is. Want je gaat pas door naar een volgende les als het doel is bereikt. Dus als je voelt dat het voor jouw kinderen en jouw populatie te snel gaat om meteen op 1 dag de we en de aan te bieden, dan kan je ervoor kiezen om er 2 dagen voor te nemen. Wij vinden het namelijk heel belangrijk dat niet jouw doel is om een methode af te krijgen. Dat moet je nooit voelen, die druk. Je doel is om kinderen een stevige basis mee te geven voor de rest van hun basisschooltijd. Dus je moet nooit al vastzitten aan een hele jaarplanning, maar je moet de ruimte voelen om echt de kinderen te kunnen observeren en aan te kunnen sluiten bij de behoeften van de leerlingen in je klas. Nou, als we teruggaan naar die pagina, dan zie je bovenaan in het wit alle doelen die al eerder aan bod zijn gekomen. Het is heel belangrijk om dingen te herhalen. In het blauw zien de kinderen dan de nieuwe doelen van deze les. Deze les leren de kinderen dus de w en de l. Dit zorgt voor een groot eigenaarschap bij de kinderen. En daardoor kan je ook heel doelgericht met ze werken. Ze weten precies wat ze tijdens de instructie gaan leren. In het geel zie je de bekende woordtorentjes, wat ik net ook liet zien.
Heb jij nou kinderen in de klas die al vloeiend lezen en niet hakkend lezen, dan hebben zij dat woordtoren, die structuur niet meer nodig. Want het leren lezen van een woordtorentje is niet een doel op zich, het is een hulpmiddel om tot vloeiend lezen te komen. Die leerlingen kunnen onderaan de pagina in het roze oefenen met woordjes lezen die niet meer in de woordtorentjesstructuur staan. In het groen zie je dan de tekst. Gelijk een grappig verhaaltje, een verhaaltje waar je met de kinderen over kan praten. Elke keer, elke les is deze structuur aangehouden. Waardoor het voor de kinderen het niks van hen vergt of vraagt om de pagina te begrijpen. Ze kunnen zich volledig richten op het doel van de les. Vaak horen we van leerkrachten dat, en ook wel van ouders, dat mensen zeggen: jeetje, wat zit er een kloof tussen eindgroep 2 en begin groep 3. Nou, wij begrijpen dat eigenlijk niet zo goed. Waarom zou daar een kloof moeten zitten? Terwijl kinderen het gewoon een natuurlijk proces is om tot leren lezen te komen. Daarom vinden wij het heel belangrijk om bij aanvang van groep 3 de kinderen niet heel veel werkboekjes en werkbladen aan te bieden. Want dan ben je vaak als leerkracht nog drukker om uit te leggen hoe ze een werkblad moeten maken, dan dat je daadwerkelijk bezig bent met je belangrijkste doel. Dat kinderen met plezier en begrip goed technisch leren lezen. Het is dan veel betekenisvoller, en dat blijkt ook uit onderzoek, dat letters en klanken veel beter beklijven als kinderen het voelen en spelen en ervaren. De eerste periode, als kinderen een letter nog lastig vinden, om ze spelenderwijs die letter te laten maken. En jij hebt daar ook weer de regie in handen. We geven allemaal tips hoe je met kinderen letters kan laten spelenderwijs kan inoefenen. Nou, hier op de slide zie je bijvoorbeeld een meisje die in scheerschuim letters aan het oefenen is. In de herfst hadden de kinderen kastanjes gevonden. Dus dan hebben ze een woord gemaakt van kastanjes. En waar ik ook altijd aan moet terugdenken is, ik had een meisje en die draaide constant de E om, maar ze bleef ook E zeggen. Want ze had thuis de alfabetische klanken geleerd, dus zij heette het, ja, maar dat is een E. En toen hebben we bedacht, we maken een beeldje van de E. Die neem je mee naar huis, die zet je op je kamer. En dan kan je er af en toe naar kijken en dan weet je weer, oh ja, het is een E. Dat wordt namelijk een levende letter die jou helpt. We hebben van klei de letter laten maken. Ze kreeg een klein wiebeloogje, die heeft ze erin gedrukt. We hebben hem geschilderd en ze heeft hem mee naar huis genomen. En vanaf dat moment wist ze precies, dat is een E. Want ze keek maar naar haar levende letter. En dan zei ze, oh juf, de letter heeft hem weer geholpen. Ik weet het hoor, het is geen E, maar het is een E. Ik geef graag het woord weer aan Marjolein. Want we gaan zo naar Luc Koning. En Luc Koning kan natuurlijk jullie veel meer vertellen over zelfredzaamheid lezen. Ja, Ellen. Maar voordat we naar Luc Koning gaan, nog heel eventjes terug naar jouw stukje. Want eigenlijk zeg jij dus dat door het al in een vroeg stadium aanleren van de lidwoorden en de leestekens, je automatisch iets doet aan het leesplezier. Heb ik dat zo goed begrepen? Ja, dat klopt. Want op het moment dat jij als kind alleen maar klanken aanleert en het is helemaal niet betekenisvol, dan is het ook helemaal niet leuk om te leren lezen. Maar op het moment dat je voelt als kind, ik begrijp opeens wat er staat en het gaat leven voor me, ja, dan wordt leren lezen leuk. Dus wij vinden het heel belangrijk om meteen bij aanvang van groep 3 veel ruimte te geven ook voor leren lezen met begrip en praten over gelezen teksten. Dus dat heb je goed begrepen, Marjolein. Ja. En ik heb ook gezien die woordtorentjes, hè? En in die woordtorentjes ligt vooral de nadruk op het nauwkeurig en precies lezen en niet zozeer het snel lezen. En daarmee sluit de methode aan bij wat eigenlijk Luc Koning aan het onderzoeken is met zijn project redzaamheidslezen. Daarom hebben we Luc Koning uitgenodigd om op dit webinar daar iets over te komen vertellen. Welkom Luc. Zou jij ons mee willen nemen in dat onderzoek waar jij mee bezig bent en wat jouw bevindingen eigenlijk zijn tot zover? Ik zal eerst even in het kort, goedemiddag overigens aan iedereen die meedoet en nog de allerbeste wensen van mij, laat ik dat niet vergeten. Dat redzaamheidslezen is eigenlijk ontstaan als een reactie op de racelezen vanaf 1965. Moet je nagaan, vanaf 1965 doen we al aan de racelezen. Dat is begonnen met de EMT, dat is een leestoets waarbij kinderen de opdracht kregen om vlug te lezen.
En de laatste jaren is vlug vervangen bij de toetsinstructie door snel. Het CITO heeft vlug vervangen door een woord wat nog vlugger is dan vlug. En dat is eigenlijk het woord snel. Dat betekent dat er langzamerhand een vorm van een race lezen in het lezen is ontstaan. Dat wil zeggen dat iedereen zich richt op die normen. Je moet toch minstens een A of een B scoren, want anders dan ben je zwak. Dus er wordt in Nederland heel veel geraced in allerlei methodes, behalve dan in jullie methode, gelukkig. Maar in de meeste methodes zit dat gewoon allemaal ingebouwd. Er zijn methodes die hebben stopwatches ontwikkeld en er wordt op allerlei manieren geraced. En het grote nadeel van het racen is dat het niet nodig is. Er is geen enkele reden om kinderen te leren om snel te lezen. Daar hebben ze in Amerika onderzoek naar gedaan. En daar uit dat onderzoek is gebleken dat als een kind 60 woorden per seconde leest, dus één woordje als 60 woorden per minuut, dus één woordje per seconde, dat dat voldoende is voor het begrijpend lezen. Dus ik heb in al die 60 jaar die we nu gehad hebben rond dat racelezen nooit begrepen waarom niemand dat ooit aangepakt heeft, terwijl we al lang weten dat het helemaal niet nodig is. Het is nergens voor nodig dat kinderen snel kunnen lezen in de basisschoolleeftijd. Ze begrijpen het als ze nauwkeurig lezen, dus als ze lezen wat er staat. En als ze een basale vorm van tekstverwerking hebben. En kinderen moeten in elk geval kunnen visualiseren wat ze lezen. Dat is een minimale vorm. Ze moeten de woordbetekenis weten. En dan is dat eigenlijk al genoeg. Dus wij hebben een norm ontwikkeld waarbij we kinderen leren om gewoon te lezen in een gewoon leestempo. Want het nadeel van die huidige situatie is dat er ook heel erg veel geploeterd wordt met kinderen. Er zijn heel veel kinderen die net zo lang begeleid worden om aan die norm, die hoge norm van CITO te komen. En dat betekent dat dat heel veel weggegooide tijd is die bij leerkrachten stress veroorzaakt. Dat hebben we ook al vast kunnen stellen. Die bij kinderen stress veroorzaakt en die eigenlijk helemaal niet nodig is. Er is geen enkele functie in Nederland waarbij je snel hoeft te kunnen lezen, uitgezonderd dan de notaris, dat was de enige die ik kon bedenken waarbij het nog nuttig zou kunnen zijn om snel te lezen. Maar verder, ik heb het nu over snel hardop lezen. Dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Dus wat wij doen is dat wij vanaf 2018 zijn we begonnen om een groep kinderen, er zijn 1400 kinderen, en die volgen wij. Ieder jaar worden die kinderen getoetst en die scholen werken volgens het redzaamheidsformat, waar allemaal dingen in zitten die gericht zijn op dat gewone leren lezen. En wij volgen de ontwikkeling van die kinderen om te kijken of dat kan, of het überhaupt mogelijk is om van dat snelle lezen af te stappen en de kinderen leren gewoon te lezen, zodat het toch nog voldoende zegt over het lezen, over de leesontwikkeling van die kinderen zelf. Hè. Je zou natuurlijk ook kunnen denken, ja, als je de snelheid weghaalt, dan komt er gewoon niks meer van het lezen terecht. Die kinderen die gaan op een sukkeldrafje lezen en dus de pit is eruit en zo. En dus wij moesten wel aan kunnen tonen op basis van het onderzoek dat die leesontwikkeling gewoon doorgaat, dat er gewoon sprake is van een verantwoorde invalshoek. Nou, dat is eigenlijk de achtergrond van dat redzaamheidslezen. En wat er tot nu toe uitgebleken is, het onderzoek wat wij nu gedaan hebben, we zijn nog niet klaar, want we waren eerst van plan om de kinderen te volgen tot en met groep 7. Maar dat blijkt helemaal niet nodig te zijn. We weten nu al dat eind groep 6 de meeste kinderen aan die normen die wij hanteren voldoen. Dat is niet 259 woorden zoals het CITO dat eigenlijk vraagt, of 270 woorden, maar bij ons is de norm 170 woorden op 3 leeskaarten. Dus dat is aanzienlijk ander tempo. En wat we nu al weten, die eerste 2 jaar, dat is dat het kan. En dat was toch vrij spannend van, nou ja, kun je dat überhaupt verantwoord doen? Die intentie en die mindset veranderen. En wat we nu weten is dat het kan. Het levert gewoon discriminatie op in soorten kinderen en soorten vragen. Dus je kunt ook allerlei ontwikkelingen van de kinderen vaststellen. En wat we ook weten, want wij onderzoeken niet alleen de tempoontwikkeling, de leesvaardigheid in de zin van technisch lezen, decoderen en onmiddellijke woordherkenning van de kinderen. Maar we onderzoeken ook het leesbegrip van de kinderen. We nemen gewoon een CITO-toets en begrijpend lezen af. En wat iedereen in Nederland doet, wat je in de literatuur overal tegenkomt, en ik heb dat uitgezocht in de literatuur, ik heb daar zoveel aanwijzingen voor gevonden, namelijk dat iedereen zegt dat de kinderen vlot moeten kunnen lezen. Je komt het echt in ieder boek kom je dat tegen, en zegt iedereen, het is noodzakelijk voor het begrijpend lezen dat de kinderen vlot kunnen lezen. En onder vlot verstaat men eigenlijk snel lezen. Want als je dan vraagt van wat is dan de norm voor vlot? Ja, dan hanteert iedereen gewoon de DMT en de A4-kaarten. Dus eigenlijk is vlot lezen hetzelfde als snel lezen. En wij hebben vastgesteld dat de kinderen in groep 3 en 4, want die hebben we nu gehad, we moeten nog groep 5 en groep 6 doen,
dat die kinderen begrijpend net zo goed lezen als kinderen die snel leren lezen. Dus dat is helemaal niet nodig. Ze lezen zelfs iets beter nog op het gebied van begrijpend lezen. Maar dat is niet significant beter, dat is maar een klein beetje beter. Maar het idee van iedereen dat kinderen snel moeten kunnen lezen om te begrijpen wat ze lezen, ja, dat is echt niet waar. Dat hebben we ook vast kunnen stellen op dit moment. Dat hebben al meer mensen gedaan hoor. We hebben Amerikanen gedaan en mevrouw De Leeuw in Nederland heeft dat gedaan. Maar wij wilden dat ook nog eens een keertje weer vaststellen. En het andere resultaat van het redzaamheidslezen zoals wij dat doen, is dat er geen dip in de tweede helft van de groepen ontstaat. Bij alle kinderen die gewoon getest worden met de CITAB-toets is het zo dat de tweede helft van groep 3 en de tweede helft van groep 4 het lezen enorm tegenvalt. De kinderen ontwikkelen zich het snelste in de eerste helft en daarna zakt het enorm in elkaar. Om maar eens een voorbeeldje te geven. In de ontwikkeling van eindgroep 3 tot middengroep 4 gaan de kinderen gemiddeld 23,9% vooruit van hun uiteindelijke doel. En in die tweede helft van groep 4 is dat in één keer 4,6% geworden. Dus moet je nagaan dat in zo'n eerste helft de kinderen 23,9% vooruit gaan. En daarna is het 4,6%. En het aardige van het restwijd lezen is dat dat daar niet het geval is. Er is geen terugval in die tweede helft. Nou kan het ook komen omdat wij natuurlijk vreselijk gemotiveerde leesscholen hebben die meedoen. Hè? Dat, ja, die hebben zich op moeten geven en die hebben iets met lezen en die willen daaraan werken. Dus die zorgen er in elk geval voor dat er in die tweede helft het niet in elkaar gezakt is. Ook niet in die afgelopen coronaperiode. En je leest overal verhalen over dat het de leervorderingen gezakt zijn. En ik geloof dat dat ook wel zo is voor kinderen in groep 3. Er is een onderzoek in Limburg gedaan. Maar wij hebben vast kunnen stellen dat het in groep 4 niet zo is. Die kinderen zijn meer vooruit gegaan dan dat ze normaal vooruit gegaan zijn. Nou, dat zijn de onderzoeksgegevens, een paar onderzoeksgegevens. Ik heb net al aangegeven dat het racelezen al niet nodig is en dat het geen enkele functie heeft. En dat iedereen toch nog op dat spoor zit. Wat wij ook onderzoeken is de leesmotivatie van de kinderen. Daar gaan we mee beginnen in februari, maart en april van dit jaar. En wij gaan bij onze eigen redzaamheidskinderen onderzoeken hoe die het doen op het gebied van, van de leesmotivatie. En daarvoor heb ik in overleg met Stichting Lezen een vragenlijst ontwikkeld. Die zij ook al een keer afgenomen hebben in 2017. Die hebben iets aangepast. Omdat ik dan al iets andere ideeën had van wat belangrijk was om de kinderen te weten. Maar wij gaan in februari, maart en april gaan we 2 groepen kinderen onderzoeken. Namelijk redzaamheidskinderen die in ons project zitten. Om te kijken van is het nou zo dat als je de druk weghaalt bij het lezen en je leert kinderen de meest basale vormen van tekstverwerking, dat dan ook die leesmotivatie stijgt. En wij gaan die kinderen vergelijken met een controlegroep van kinderen die niet in ons onderzoek meedoen. En die leerkrachten die niet in ons onderzoek meedoen, dat zijn op dit moment, hebben zich al scholen aangemeld tot 500 kinderen. Dus we hebben straks een vrij grote groep waarmee we dat kunnen vergelijken. Aan die leerkracht heb ik ook gevraagd, wat zijn nou de 3 belangrijkste dingen die jullie doen in het kader van leesmotivatie? Noem mij dat eens op. En zij melden hun school aan om daar aan die als controlegroep te functioneren. En ik heb hen gevraagd, wat doen jullie nou? En er zijn 3 dingen die de meeste scholen eigenlijk doen. Om te werken aan die leesmotivatie. En het eerste is dat ze zorgen voor een goede bibliotheek. Dat vinden ze heel belangrijk. Ze vinden stillezen heel belangrijk. En ze vinden het ook belangrijk dat de kinderen op allerlei manieren met dat lezen bezig zijn. En dat ze voorlezen. Dat zijn de 3 dingen. Dus daar kom je vrijwel overal tegen. En ik heb het idee dat het te weinig is. Dat je daarmee niet voldoende aan die leesmotivatie en dat leesplezier kunt werken. Bovendien vind ik dat je het onderscheid moet maken tussen wat leesmotivatie is en wat leesplezier is. Leesmotivatie is de drive die er bij kinderen is om te gaan lezen vanuit zichzelf. Of als ze het aangeboden krijgen dat ze niet al te veel aversie hebben om te gaan lezen. Dat is eigenlijk leesmotivatie. En leesplezier is iets wat erbij komt. Dat is een soort bijvangst. Iedereen zegt ik werk aan het leesplezier, maar volgens mij kan je niet echt aan het leesplezier werken. Je kunt wel werken aan de leesmotivatie. En dat zou in elk geval naast die 3 dingen die ik opnoemde, dat voorlezen en een goede bibliotheek en stillezen, zou dat nog 1 ding moeten zijn. Dat mis ik in het geheel. En wij gaan op basis van het onderzoek wat we doen ook nog een aanvullende brochure maken om aan te geven van nou probeer dit ook eens uit om aan die leesmotivatie te werken. En dat zouden wat mij betreft minimaal ook
bewustwordingslessen moeten zijn. En lessen waarin de waardetoekenning voor het lezen wat explicieter aan de orde zou moeten komen. Waardetoekenning is datgene wat leerkrachten doen om kinderen het nut van iets uit te leggen. En dat zou veel meer gebeuren. Ik heb ooit een meisje begeleid, ik ben orthopedagoog van beroep. Een meisje met leesproblemen. En die, daar las ik ook alledaagse dingen mee. En die nam op een bepaald moment, vertelde ze dat ze naar een huisarts was geweest omdat ze voetwratten had. Dus toen zei ik van neem die bijsluiter eens mee en neem dat blaadje van je dokter eens mee. En dat heb ik een paar keer vergroot en ik heb alle woorden die waarvan ik inschatte, die zijn veel te moeilijk voor haar om te lezen, die heb ik onderstreept. En we hebben dat samen gelezen. En uiteindelijk kwam ik die tekst tegen dat er in stond dat die arts had geadviseerd. Als nou na 14 dagen blijkt dat het aanstippen wat je doet van die vloed wat er niet helpt, dan moet je weer terug naar je huisarts toe. En het eerste wat zij zei is, dat weet mijn moeder niet. Nou, daar gaat het natuurlijk om dat je kinderen een soort bewustzijn bij kunt brengen. Je kunt ze uitleggen waarom het ongelooflijk belangrijk is om te lezen. Nou is dit een functionele betekenistoekenning aan het lezen. Maar je kunt kinderen ook bewust maken van het plezier wat je tijdens het lezen zelf hebt. Nou, wat mij betreft meer zou mogen, wat ik nu al vast kan stellen op basis van die aanmelding van die leerkrachten, is dat er veel te weinig aan waardetoekenning wordt gedaan. Men denkt van nou, laten we ze maar voorlezen, laten we maar stillezen en laten we maar zorgen dat er een bibliotheek is. Dan ontstaat er als vanzelf een soort magisch moment waardoor er leesmotivatie en misschien ook wel leesplezier kan ontstaan. En volgens mij zou dat meer moeten, dus er zou meer moeten gebeuren. Ja, dat is waar ben ik, zegt Luc, want strakjes gaan we daar ook nog wat verder over doorpraten. Luc, ik heb een vraag uit de chat gekregen. Ja. En die gaat eigenlijk over hoe je nou om moet gaan met die nieuwe norm die jij noemt over 60 woordjes lezen in een minuut. Terwijl de CITO-toets eigenlijk die andere normering aanhoudt. Hoe kunnen leerkrachten en scholen daar nou mee omgaan als ze die overstap willen maken naar dat lezen op een normaal tempo? Ja, nou het eerste is wat ik kan zeggen, er zitten twee haken en ogen aan wat wij doen hoor. Dus die wil ik ook al meteen aangeven. Het eerste is de vraag die u nu stelt en dat is hoe moet je daarmee omgaan. Wat wij scholen adviseren en dat gebeurt eigenlijk dagelijks. Dat is dat scholen overstappen, maar je kunt pas overstappen vanaf groep 3. Je kunt dit systeem van totale andere manier van toetsen. Want wat wij doen bij onze toetsen is dat wij gebruik maken van kaart 1 en 2 van de DMT van het CITO. Dus die gewone bestaande kaart van 2017. En kaart 3 hebben wij veranderd. Kaart 3 van de CITO is een onmogelijke kaart. Dan kom je voor groep 3, geef je kinderen al woorden als busmaatschappij om maar iets te noemen. Dan zitten kinderen je aan te kijken en dan zeggen ze, moet ik dat ook lezen? Dus je kunt niet zomaar halverwege overstappen. Je moet het vanaf groep 3, als je het in wilt voeren, vanaf groep 3 invoeren. En dat heeft het grote voordeel dat je het ook geleidelijk invoert. Dat het niet zo'n hele revolutionaire omwenteling is van je totale leesonderwijs. Je voert dat geleidelijk aan in vanaf groep 3. En dan maak je dus gebruik van die normen die wij vastgesteld hebben op basis van dat Amerikaanse onderzoek. Waaruit blijkt dat 1 woordje per seconde genoeg is voor het begrijpend lezen. Dus dat is het eerste wat ik moet zeggen, dat je het geleidelijk vanaf groep 3 in moet voeren. En het tweede is dat wij zeg maar een soort oplossing hebben moeten bedenken voor kinderen die bij ons zwak lezen, want die zijn er bij ons ook wel, om die toch bij die gesubsidieerde hulp te krijgen voor kinderen met dyslexie. Want daarvoor heb je 3 keer een 1 nodig, vastgesteld op de DMT. Dat is heel vervelend, maar dat is 1 keer zo. En ik heb 2 keer overleg daarover gehad met het NKD in Nederland, wat daar eigenlijk over gaat. En er is een soort hoop dat op den duur men akkoord gaat met onze manier van aangeven van zwakke lezen. Zover zijn we nog niet, want voor hun is dat een totaal andere mindset om dat te accepteren. Maar ik heb wel hoop dat dat een keer gaat gebeuren. Op dit moment is het zo dat onze scholen bij kinderen die zwak lezen, daar hebben wij een dyslexievolgblad voor ontwikkeld. Dat is een blad waarop staat, leest een kind bij het redzaamheidslezen zoveel woordjes, neem dan voor de zekerheid toch nog maar de DMT op de ouderwetse manier af. Want anders dan krijgen we gezeur met die instellingen. En dat die hulp aan die kinderen niet wordt vergoed. En dat willen we ook niet. Dat is aan de oplossing, de 2 oplossingen die wij op dit moment hanteren. Dus in groep 3 beginnen en het andere is dat formulier hanteren. Ja, ik zit heel geconcentreerd naar je te luisteren, Luc. Want je vertelt ontzettend veel boeiende dingen. En ik zou nog wel heel lang willen luisteren naar je. Maar ja, we hebben nog wat andere sprekers ook tijdens het webinar klaar. Er zijn nog wel wat vragen in de chat. Of eigenlijk komen er veel vragen in de chat langs. Maar die zijn niet zozeer specifiek voor Luc.
Dus we gaan door naar het volgende blok. Ja. En de vragen die nu niet tijdens dit webinar worden beantwoord, lezen wij later terug in de chat en doen zoveel mogelijk ons best om die vraag te beantwoorden. Luc, dankjewel voor nu. Ja, dan gaan we zo meteen weer eventjes terugschakelen naar Helen. Want Helen, jij had ons beloofd dat je nog het een en ander zou gaan vertellen over de wijze waarop je kunt differentiëren. Want er is vaak bij een methode heel veel materiaal beschikbaar. En om toch aan te kunnen sluiten bij al die verschillen in het leesproces. Wat kun je als leerkracht daar nou eigenlijk nog meer aan doen om ook nog weer te blijven aansluiten bij dat leesplezier? Ja, dankjewel Marjolein. Ja, inderdaad, daar zit je dan weer. Je eerste dag na de zomervakantie met allemaal nieuwe kinderen die je verwachtingsvol aankijken. En allemaal klaar zijn voor groep 3. En dan heb je leerlingen die zichzelf al hebben leren lezen. En je hebt kinderen die er eigenlijk nog niet rijp voor zijn, omdat het misschien een herfstleerling is. En die moet jij allemaal gaan bedienen in je eentje. En dat is toch wel de grootste uitdaging van ons als leerkrachten. Dit schooljaar heb ik ook nog een combinatiegroep. Een 3-4. Dus hoe bedien ik nou alle kinderen en krijgen ze de instructie die zij verdienen? Nou, wat ik heel belangrijk vind en wat actief leren lezen ook belangrijk vindt, is dat elk kind in jouw groep recht heeft op instructie. Niet alleen maar de kinderen die uitvallen of je zwakkere lezers, maar alle kinderen in de groep. Hoe kom je aan die tijd? Bij actief leren lezen zijn de instructies heel bewust, effectief en kort. Waardoor je de ruimte hebt om gedurende de dag al jouw kinderen te horen lezen. Want de belangrijkste instructie of feedback die kinderen krijgen is op het moment dat ze lezen. We zorgen ervoor dat alle instructiemomenten kort en bondig zijn. En dat er dus ruimte is om te differentiëren. Dat hoef je ook niet allemaal in je eentje te doen, want je bent een groep met de kinderen. En kinderen leren ook heel veel van elkaar, of van bijvoorbeeld een oudere tutor uit een hogere groep of van een leesmaatje. En op het moment dat jij jouw instructie geeft en jij hebt wat sterkere lezers die instructie niet nodig hebben, gaan zij eerst lekker lezen of toneel lezen of uit de boekenkist waar we later op terugkomen. En zij krijgen op een later moment hun effectieve en efficiënte instructie. Nou, op deze slide staat pas op de plaats. Wat bedoelen we daar nou mee? Nou, ik sta nu voor mijn 14e jaar voor de klas en de eerste paar jaren dan sloeg ik zo'n handleiding open. Dan kreeg ik al eigenlijk lichte paniek voordat de kinderen binnenkwamen. Want ik dacht, jeetje, moet ik dit allemaal vandaag gaan doen en dat moet nog uit de kast en ik heb dat nog nodig, wat Marjolein ook net aangaf. En ik had eigenlijk altijd aan het einde van de dag het gevoel dat de kinderen tekort was geschoten. Dat ik mijn goeiere lezers maar had laten zwemmen of dat ik niet helemaal eraan toe was gekomen om alle kinderen de instructie te geven die ze verdienen. Doordat de handleiding van actief leren lezen echt is geschreven vanuit het idee, een methode moet er zijn om de leerkracht te ondersteunen. Zodat jij kan stralen en jij je les kan geven. Dat moet niet als een soort last voelen waar je juist druk van ervaart. Maar het moet juist lucht geven dat je je gesteund voelt als leerkracht. Met pas op de plaats bedoelen we dus dat als er een les je voelt dat een doel nog niet is bereikt. Want misschien is het wel de week voor Sinterklaas. Of heeft er net een kind een hele slechte nacht gehad. Want hij heeft een nieuw huisdier of wat dan ook. Dat je dan niet voelt, oh maar ik moet morgen weer naar de volgende instructie. Maar dat je de lucht en de rust voelt om te beseffen. Ik zie nu dat mijn klas het nodig heeft om nog een dag in te haken of het te hebben over een specifiek doel. En er zijn allemaal herhalingsdagen ook opgenomen in de methode. Er zijn genoeg lessen als je een sterke groep hebt om tot het einde van groep 3 voldoende lessen te kunnen bieden. Maar heb je een groep waar het iets langzamer gaat, dan is het ook niet erg als de methode niet uit is. Want dat is helemaal niet je doel. Wat we natuurlijk willen als leerkracht is die leesmotivatie waar Luc Koning het net over had. Dat leren lezen een feestje is voor alle kinderen. En dat kinderen de kans krijgen om tot diep lezen en lekker lezen te komen. Nou, daarbij is het heel belangrijk dat je je bewust bent van jouw rol. Jouw rolmodel als leerkracht. Wij op school hebben elke dag een moment chill lezen. Op dat moment
mogen de kinderen lekker met hun rug tegen de verwarming of lekker op een kussentje gaan zitten en lekker gaan lezen. En op dat moment ga ik ook vaak lezen als leerkracht. Een boekje uit de boekenkist, want zien lezen doet lezen. Op de slide zie je ook een meisje met een fluistertelefoon. Het is heerlijk om elke dag even zo'n stiltemoment te creëren. Voor de kinderen, maar ook voor jou als leerkracht. Maar kinderen in groep 3 moeten zichzelf wel horen lezen. Je kan ze niet dwingen om helemaal in stilte te lezen. Dankzij zo'n stiltetelefoon, zo'n fluistertelefoon, horen kinderen zichzelf luid, maar horen hun klasgenootjes ze niet. Waardoor je een hele prettige leessfeer kan creëren. Op de slide zie je ook onze Lezen is Leukering. Er hangt in de klas een lijstje waar kinderen zich kunnen inschrijven voor de Lezen is Leukering. Dat is geheel vrijblijvend. En dat kan van alles zijn. Het kan zijn dat een kind een grappige mop heeft gelezen. Het kan zijn dat hij een boek uit heeft en graag een stukje wil laten horen aan de klas. Of een heel mooi informatief boek thuis heeft en daar iets een illustratie van wil laten zien. Alles mag. Kinderen schrijven zich in en op vrijdag komen we bij elkaar in de Lezen is Leukering. En stimuleren en prikkelen kinderen elkaar om te willen lezen. Soms verzorg ik ook een presentatietje in de Lezen is Leukering. En het grappige is, als ik een boek uitkies uit de boekenkist van Actief Leren Lezen en ik vertel aan de kinderen, nou, dit is zo'n grappig boek. Het gaat over twee monsters en ze willen een meisje opeten, maar het meisje is gelukkig veel slimmer. Op het moment dat ik dat vertel in de Lezen is Leukering, willen opeens wel 10, 15 kinderen dat boek lezen. Want de juffers zijn enthousiast over, dus dan zijn ze getriggerd en voelen ze die intrinsieke motivatie om te willen lezen. Dus dat hoeft niet meteen met een spreekbeurt en dat moet je thuis voorbereiden. Nee, hou dat lekker luchtig en geniet samen van hoe leuk het is dat je kan lezen. En leren lezen kan dus heel mooi samen. Ik had het er al even over gehad. Zo zie je bijvoorbeeld in het midden van de slide zie je twee kinderen die niet de gemiddelde instructie meer nodig hebben, omdat ze al behoorlijk goed kunnen lezen. Zij hebben net een hele korte effectieve instructie gehad over aanhalingstekens. Wat zijn nou eigenlijk aanhalingstekens en wat betekent dat in een tekst? Ze hebben met elkaar uitgevogeld dat in deze tekst er twee personen zijn. En ze hebben uitgezocht wat de aanhalingstekens betekenen en wie wat zegt. We hebben er handpoppen bij gepakt en ze zijn dat gaan oefenen. Dan heeft het opeens echt een meerwaarde en een functie om een tekst meerdere keren te lezen en te oefenen met elkaar. En ook te letten op leestekens, een uitroepteken, een komma. En toen ze dat een tijdje hadden geoefend met elkaar, hebben ze het later gepresenteerd in de Lezen is Leukering aan de rest van de klas. Nou, nu gaan we even het hebben over het hart van actief leren lezen en dat zijn de boekenkisten. Je ziet achter mij ook wat boeken die in de boekenkisten zitten. Ten eerste zijn dit gewoon ontzettend leuke sprankelende boeken. Zo rustig en sec zoals de lesboekjes zijn voor tijdens de instructie, zo kleurrijk en vrolijk zijn onze leesboekjes. Allemaal geschreven door auteurs van Kluipman. Nou is dat niet het enige, dat die boekjes zo leuk zijn en dat ze zo aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Want ze gaan over robots en over paarden en over voetbal. Maar bij elk boek, hier heb ik er bijvoorbeeld één uit de boekenkist, zijn ook mondelinge en schriftelijke vragen geschreven op het AVI-niveau wat aansluit bij het boek. Dus stel, Pietje heeft Pip en Raf gelezen. Dan kan je als leerkracht heel inhoudelijk met Pietje gaan praten over het gelezen boek. Door middel van de vragen. En de kinderen hebben dus het idee dat jij al die 150 boeken in die boekenkist uit je hoofd kent. En je kan dus ontzettend leuk napraten over, hey, vertel eens, ik zie dat Pip en Raf in het boek een sport aan het doen zijn. Wat zijn ze precies voor sport aan het doen? En op die manier krijgt het lezen, het vrij lezen, het stil lezen, veel meer betekenis en inhoud. Want misschien heb je wel een interviewtje met de juf of de meester en ga je ook echt lekker napraten over het boek. En het mooie is dat er in de boekenkist ook sommige titels bewust vaker in zitten. Zodat je kinderen kan uitnodigen om hetzelfde boek tegelijkertijd te gaan lezen en daar later met elkaar over te praten. En dat werkt gewoon magisch.
Marjolein, ik wil jou graag weer het woord geven. Als ik zo nog even terugkom naar George Gubbels, wil ik vooral even inzoomen op het begrijpend lezen. Oké, dankjewel Helen. Wat een mooi verhaal heb je verteld. Tijdens jouw verhaal zijn er een aantal vragen via de chat binnengekomen, waarvan ik er een aantal even wil uitlichten. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of onze methode alleen voor groep 3 en 4 is. Maar daarvoor kan ik jullie melden dat groep 5 tot en met 8 begrijpend lezen nog dit jaar wordt ontwikkeld. Dus dat zit er aan te komen. We hebben gezien dat in het basisonderwijs al vanaf groep 6 ook de leesmotivatie afneemt. En dat vertaalt zich dus naar het voortgezet onderwijs. En dat zien we terug in de resultaten die onlangs verschenen zijn, of eigenlijk in 2018 al, de PISA-resultaten. Maar op de PISA-resultaten zie je dat er eigenlijk 3 verschillende onderdelen zijn onderzocht. En Joyce kan ons daar meer over vertellen om te kijken hoe je die PISA-resultaten moet interpreteren. En wat dat vervolgens ook betekent voor die leesmotivatie op de basisschool. Welkom Joyce. Ik zou zeggen Stefan wel. Dankjewel. Goedemiddag allemaal. Ik ben inderdaad betrokken bij het PISA-onderzoek wat een paar jaar geleden is uitgekomen. En dat ging dit keer vooral over leesvaardigheid. En zoals Marjolein al zei, hebben we het meestal over leesvaardigheid in het algemeen. Maar in het PISA-onderzoek werd onderscheid gemaakt tussen 3 processen. De eerste is informatie opzoeken. De tweede begrijpen. En de derde is evalueren en reflecteren. Nou, wat de PISA-resultaten lieten zien is dat we achteruit gaan op leesvaardigheid. Dat hebben jullie vast allemaal meegekregen, want daar is een hoop aandacht voor geweest. Dat betekent dus dat 15-jarige leerlingen in Nederland, van praktijkonderwijs tot VWO, over de gehele linie achteruit zijn gegaan in begrijpend lezen. Wat gebeurt er nou als we kijken naar die processen? Ook dan zien we dat we op alle 3 de processen achteruit zijn gegaan. Dus we zijn iets minder goed geworden in het informatie opzoeken, wat minder in het begrijpen van teksten en wat minder in het evalueren en reflecteren op teksten. Maar vooral op dat laatste onderdeel, het evalueren en reflecteren, zagen we een flinke achteruitgang. PISA is een internationaal onderzoek. En waar we het op het onderdeel informatie opzoeken in internationaal perspectief nog best goed doen, boven gemiddeld, doen we het op evalueren en reflecteren juist beneden gemiddeld. Dus daar zijn de Nederlandse 15-jarige leerlingen minder goed in dan leerlingen uit andere landen. Nou, wat wil dat nou zeggen voor het basisonderwijs? Want dit gaat natuurlijk allemaal over het voortgezet onderwijs. Ik denk dat evalueren en reflecteren op een ander niveau ook al in het basisonderwijs aan bod zou moeten komen. Wij doen ook het PULS-onderzoek. Dat is eigenlijk hetzelfde als PISA, maar dan in groep 6. Waarin we kijken hoe het gaat met de leesvaardigheid. En ook daar zien we dat leerlingen wat beter zijn in het opzoeken van informatie dan in het evalueren op teksten op groep 6 niveau. Er is dus weinig aandacht voor het evalueren en reflecteren. En dat is iets wat SLO ook heeft geconstateerd. Vaak als we begrijpend leeslessen geven, dan lezen kinderen een tekst. En ik ben blij om te horen dat er bij actief leren lezen wat anders is. En maken ze daar meer keuzevragen over. En zeker in het voortgezet onderwijs, maar ook in het basisonderwijs, zijn dat dan soms vragen als wat is het doel van de eerste zin uit de tweede alinea? Hele relevante vragen, maar volgens mij zijn dat niet de vragen om te kijken of een leerling de tekst heeft begrepen. Maar trucjes om dat begrip aan te wakkeren als het in eerste instantie niet lukt. Dus het kan leerlingen helpen om naar een titel te kijken, natuurlijk om naar plaatjes te kijken, om te bedenken wat is het doel van de eerste zin van de tweede alinea. Maar uiteindelijk gaat het om het begrip. En om dat echt goed in kaart te brengen of dat echt goed te stimuleren, is het volgens mij nodig dat je met leerlingen praat over de teksten die ze lezen. Laat ze niet alleen meer keuzevragen beantwoorden, maar ga het gesprek eens aan. Luc vertelde al het voorbeeld van een doktersvoorschrift. Zeker als het een tekst is die leerlingen zelf willen lezen of zelf moeten lezen, omdat ze voor zichzelf van toepassing zijn, zul je zien dat leerlingen ook gemotiveerd zijn om te begrijpen wat er staat. Als je dan het gesprek aangaat en kijkt, nou wat zegt die dokter nou eigenlijk? Dat kan ook bij geschiedenislessen, aardrijkskundelessen. Wat staat er nu eigenlijk in deze teksten? Wat weten we hier al over? Wat hebben we hier eerder over geleerd? Juist door dat gesprek wakker je ook het begrip verder aan.
En als we dan kijken naar evalueren en reflecteren, dan is het belangrijk dat leerlingen ook kijken naar verschillende tussenteksten of overeenkomsten tussen teksten. Het kan zo zijn dat één schrijver, zeker in dit tijdperk op het internet, iets zegt over een bepaald onderwerp, maar dat een andere schrijver een totaal andere mening heeft. Dat komt regelmatig voor. Juist daarover zou je het gesprek aan kunnen gaan. Waarom zou die ene man of vrouw dit nou zeggen? Waarom zegt deze meneer dit? Wat denken jullie hierover? Waar kunnen we meer informatie zoeken? Wat zijn dan de argumenten van die ene of van die andere persoon? Hetzelfde geldt voor verhalende teksten. Er zitten vaak meerdere personages in die op andere manieren reageren op situaties. Ook daarvoor zou je veel evaluatie- en reflectievragen kunnen stellen. En zo het gesprek aan kunnen gaan met de leerlingen. En ik denk als je dat doet, dat het leesplezier ook omhoog gaat. Leerlingen lezen dan niet meer alleen maar om die vragen te beantwoorden bij een tekst. Maar ze lezen omdat ze zelf willen weten wat er in die tekst staat. Ze willen begrijpen wat die schrijver heeft gezegd. En misschien zelfs wel waarom die dat heeft gezegd. Helaas zien we in de twee onderzoeken die ik noemde, dat Nederland wat betreft leesplezier of leesmotivatie helemaal onderaan staat. Van alle 80 landen die meedoen, zijn de leerlingen in Nederland het minst gemotiveerd. Op stellingen als ik vind lezen leuk, geeft de helft aan dat ze daar niet mee eens zijn. Dus er valt een hoop winst te behalen. En er zijn in dit webinar een hoop voorbeelden genoemd waarin we dat zouden kunnen doen, volgens mij. Hartstikke mooi, Joyce. Dankjewel voor jouw bijdrage. Er zijn veel vragen in de chat die specifiek gaan over de methode. Vragen over jouw bijdrage zien we minder binnenkomen. De vragen die we over de methode binnenkrijgen, die proberen we echt zoveel mogelijk nu al in de chat te beantwoorden. Maar mochten we daar nu niet aan jouw vraag toegekomen zijn, dan kan je later altijd van ons nog het antwoord verwachten. Helen. We horen Joyce eigenlijk zeggen dat we al heel veel mooie voorbeelden hebben gehoord hoe wij in de methode die contextrijke omgeving bieden. Kun jij ons nog wat meer voorbeelden geven waaruit je blijkt dat je die reflectie op die teksten eigenlijk ook wel kunt doen in groep 3 en groep 4? Dat is niet per se iets waarmee je moet wachten tot kinderen al wat ouder zijn. Je kunt er ook in groep 3 door verschillende tekstsoorten toe te passen, eigenlijk al met elkaar praten over de inhoud van de tekst. Kun jij daar wat meer over vertellen? Ja, ik zie het echt als een geschenk aan de kinderen in je klas om vanaf het begin dat kinderen technisch leren lezen, ze bewust te maken van het feit dat je altijd ook met begrip leest. Nou, op deze slide zie je wat voorbeelden van begrijpend leeslessen. En ik dacht als leerkracht, ja, hoe ga ik dit nou leuk en sprankelend maken? Want het is gewoon een witte pagina en er staan regels op en een behoorlijk lange tekst al. Hoe maak ik dit nou leuk en boeiend en sprankelend voor kinderen? En het bijzondere is, de kinderen hebben altijd zin in de begrijpend leesles. En ik word er zelf ook heel enthousiast van. Want door te moddelen leer je de kinderen van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen wat dat nou eigenlijk is. Nou, en hoe gaat dat nou? De regels zijn bewust genummerd. Er staan nummers voor. En de allereerste keer als je dan zo'n pagina, als de kinderen de pagina voor zich hebben, dan zeg je, jee, dit is ook een lege, saaie bladzijde. Ik zie helemaal geen plaatjes. Het leuke is dat jij straks de plaatjes in je hoofd ziet, want je gaat je fantasie gebruiken. En straks zie jij precies wat er gebeurt in dit verhaal. Dat is een hele belangrijke les die we zeker de kinderen in de huidige tegenwoordig echt moeten meegeven om ze weer te prikkelen en te leren om een langere tekst te lezen en hun fantasie weer aan te boren. Nou, je begint dan al moddelend met de kinderen de tekst te lezen. En tijdens het lezen ga je het tot leven brengen. Dus gaat de tekst over een kat, dan vraag je van, hoe weten we nou, waarom denk je dat dit een kat is? Wat gebeurt er nu? Wat denk je dat er gaat gebeuren? Dus je gaat helemaal met de kinderen de tekst analyseren. En dan ontstaat dus dat plaatje in hun hoofd. Wat heel belangrijk is, is dat je deze instructie in groep 3 aan alle kinderen geeft.
Want soms kunnen kinderen ontzettend goed technisch lezen, maar dat wil niet zeggen dat zo'n kind ook tegelijkertijd heel goed met begrip begrijpend leest. Want soms kunnen kinderen zichzelf ook een beetje overschatten en denken van nou, ik kan zo snel lezen. Dan bedenken ze gewoon zelf een antwoord op een vraag. Door al moddelend kinderen te leren dat je altijd ook moet kunnen bewijzen, maar waar heb je dat dan gelezen? Hoe weet jij dat dan? Dan leer je kinderen dat technisch lezen en begrijpend lezen altijd samenkomen. En doordat de regels zijn genummerd, kunnen kinderen ook met een wisbordje aangeven van goh, oké, jullie zeggen dat het een kat is. Hoe weet je dat dan? Waar heb je gelezen dat het een kat is? De kinderen schrijven op een wisbordje de regel op, houden hem omhoog. En dan zeg je ook, het is helemaal niet erg als je even kijkt bij een buurman of buurvrouw. Als je zelf maar nakijkt en controleert of je het er maar eens bent, staat er echt in die regel het goede antwoord. Begrijpend lezen, dat zei Joyce net ook al. Het is zo mooi als kinderen ervaren dat begrijpend lezen overal is. En heeft het een meerwaarde om het doel te bereiken, dan kan een pagina er wel anders uitzien. Zo zie je op de slide in het midden een les waarbij het doel is om een WhatsApp-berichtje te lezen. Op dat moment ziet de les er in het lesboek wel uit als een WhatsApp-berichtje, want dan heeft het een meerwaarde. Heeft het geen meerwaarde, dan is de pagina altijd alleen maar de tekst. Ik moet ook altijd terugdenken, dat zie je ook op de slide aan de linkerkant. We hadden een begrijpend leesles en ik zei, jongens, ik ga vandaag helemaal geen instructie geven. Hier is het boek, heel veel succes. En de kinderen ontdekten een ingrediëntenlijstje. Ze ontdekten 1 ei, bieslook. Dus ik had tegen de kinderen gezegd, nou, neem het morgen maar mee naar school. Niet weer stiekem de ouders gemaild of als een echte juf alles zelf in mijn tas gestopt. Nee, ook de kinderen laten bedenken, maar hoe gaan jullie dit onthouden? Nou, misschien kunnen we het wel op een lijstje zetten of op een post-it. Nou, en de volgende dag hadden inderdaad de kinderen die ingrediënten meegenomen. En keken ze me weer verwachtingsvol aan. En ook toen zei ik, nou jongens, succes, ga maar begrijpend lezen. En uiteindelijk, aan het einde van de les, hadden ze een gevuld ei gemaakt. En dat is het fijne van actief leren lezen. Al dat soort verschillende type teksten zitten gewoon in de methode op het niveau wat aansluit bij een leerling in groep 3 of 4. Dus dat hoef je niet zelf allemaal weer te gaan zoeken, maar die vind je in de lesboekjes. Zo zijn er informatieve teksten, want het blijkt ook uit onderzoek hoe waardevol het is dat kinderen ook informatieve teksten lezen. Zo zijn er ook, alles past ook bij de belevingswereld van de kinderen. Gisteren had ik weer een instructie via de computer, helaas. En ik had de kinderen de opdracht gegeven om de les te lezen die je aan de rechterkant zo op de slide ziet. Dat is namelijk een soort handleiding om van een krant een hoed te vouwen. En ik had de kinderen gezegd, als ik jullie morgen weer zie tijdens de instructie, dan moet je hem maar opzetten. Dus tijdens Teams zag ik vanochtend allemaal vrolijke kinderen met zelfgevouwen hoedjes op. En dat is dus ook begrijpend lezen. En wat wij ook heel belangrijk vinden is dat kinderen de ruimte hebben om hun eigen leesplezier te ontdekken. Voor iedereen is het leuk en fijn en functioneel om te kunnen lezen. Een strip is lezen, maar is een kind de spelregels van een spel, dat is ook lezen. Hier zie je bijvoorbeeld op de slide dat in de handleiding, in de methode staan de spelregels voor een spelletje pesten. De kinderen krijgen een stapeltje kaarten en ga zelf maar bekijken en goed de spelregels lezen, want dan kan je een potje pesten spelen. En om constant kinderen te triggeren en te tonen hoe leuk het is om met begrip te lezen, zorg je ervoor dat je een hele stevige basis meegeeft. En dat gun ik eigenlijk elk kind in Nederland. Nou hebben we ook scholen die zeggen, ja, we hebben al een hele fijne technisch leesmethode in groep 3. Het geld is op, we doen het hiermee. Maar we zijn wel heel erg nieuwsgierig en enthousiast over jullie manier van begrijpend lezen en het moddelen en de lessen die jullie bieden. Daarvoor hebben we een soort spin-off, net als dat je een misschien op Netflix een hele leuke populaire serie hebt, kan er een spin-off daarvan ontstaan. En die spin-off die kan je ook prima bekijken als je niet de echte serie kent. Maar het mooiste is natuurlijk als je ook de echte serie kent. Nou, zie ook, ik snap het, ons kleine broertje of kleine zusje van actief leren lezen als zo'n soort spin-off van onze methode.
geboren vanuit de wens vanaf de werkvloer om te kunnen inzoomen, een stevige basis mee te geven wat begrijpend lezen is in groep 3 en 4. Ons hele product, waar we ook aan het begin die vier vaardigheden van zien, dat bestaat uit deze materialen. We hebben het nu technisch lezen en begrijpend lezen voor groep 3 en groep 4 ontwikkeld. Op deze slide zie je het pakket van groep 3. De kinderen hebben dus 3 lesboekjes waar alle technisch lezen en begrijpend lezen lessen in te vinden zijn. Er zijn 3 spellingwerkboeken. Maar daar beginnen we pas later mee, omdat we vinden dat lezen en de woordtorentjes heeft voorrang. De spelling volgt later, omdat je dan eigenlijk weer iets anders van de kinderen vraagt. Want dan moeten ze juist een woord wel in klanken hakken. Er zijn ook 3 werkboeken voor begrijpend lezen, maar die zijn puur ook weer voor de differentiatie. Pas als een kind in hele zinnen kan antwoorden, goed weet hoe door jouw modeling, hoe hij of zij moet begrijpend lezen en hij is er rijp en klaar voor om dat zelfstandig te gaan verwerken, dan kan je het werkboek aanbieden. Zolang een kind daar nog niet rijp voor is en het nog lastig vindt om een hele zinnen te antwoorden, jouw modeling nog nodig heeft, dan doe je het alleen het begrijpend lezen mondeling. Dan heb je de 2 boekenkisten met 150 boeken erin. Die lopen van AVI start tot AVI eind 5. Waarbij sommige titels dus vaker voorkomen, zodat kinderen ook gezamenlijk tegelijkertijd hetzelfde boek kunnen lezen. Heb je het woordplatenboek. Ik heb hem hier ook staan. En dit is onze woordenschatlijn. Het mooie is dat je dat helemaal flexibel kan inzetten. Op het moment dat jij in de klas werkt over, we hebben net oud en nieuw gehad. Dan pak je de woordenschatlessen die aansluiten bij oud en nieuw. En zo kan je daarmee spelen. Maar daarover in een volgend webinar meer. Dan krijgen alle kinderen een nadenkertje. Wat hoort bij de spellinglijn? Dat vinden we de attitude wat wij kinderen willen aanleren om goed tot spelling te komen. En dat is eigenlijk waar actief leren lezen uit bestaat. Buiten 5 heel duidelijke handleidingen voor de leerkracht. En een hele betrokken team. We hebben een hele enthousiaste gesloten Facebookgroep. We hebben allemaal instructiefilmpjes. Dus er hoort nog veel meer bij. Maar dit is in een vogelvlucht waar actief leren lezen nu uit bestaat. Maar we blijven actief en we blijven ons ontwikkelen en we blijven luisteren naar de werkvloer. Zo zijn er bijvoorbeeld nu ook, is er een doelboek voor groep 4 waar kinderen zelfstandig in kunnen werken. Zo hebben we ook bijvoorbeeld een memory spel ontwikkeld met woordplaatjes die horen bij de woordenschatlijn. Er is dus het extra lesboek met extra woordtoeltjes voor kinderen die wat meer tijd nodig hebben. En zoals Marjolein net al aangaf, zijn we nu heel druk met technisch lezen en begrijpend lezen ook voor groep 5. En dat gaat zich doorontwikkelen tot en met groep 8. Dan wil ik graag het woord geven aan Marjolein. Wil ik nog wel even zeggen, ben je nieuwsgierig geworden over onze methode? Wij bieden online introducties aan teams. We komen ook hopelijk zo snel mogelijk weer op locatie, want het is het allerleukste om een school in te lopen en al je producten te kunnen laten zien en met elkaar live te kunnen praten. Maar tot die tijd kan het online. We hebben een hele mooie informatiefilm die we een linkje met jullie kunnen delen waar we de hele methode in uitleggen. En je kan ook een zichtzending aanvragen. En ons volgende webinar is dus op 3 maart. En daar gaan we ook meer inzoomen op woordenschat en op spelling. Dank jullie wel. Gaan we terug naar Marjolein. Ja, en nog eventjes ter aanvulling op het webinar van 3 maart kan ik wel alvast melden dat wij daar een bijdrage kunnen verwachten van Roel van Steensel. Roel van Steensel is hoogleraar leesgedrag aan de Vrije Universiteit. En hij zal daar dan een stukje spreken, net zoals Joyce en Luc dat vandaag ook gedaan hebben. Ik wil nog heel kort eventjes ingaan op een paar vragen uit de chat. We hebben een aantal vragen gezien die zich richten op de geschiktheid van de methode voor het speciaal onderwijs. Nou, de methode is ook voor het speciaal onderwijs geschikt, juist vanwege de hele opzet en de visie die erachter ligt. Daar hebben jullie Helen uitgebreid over horen vertellen. Er zijn ook vragen of je de methode een beetje aangepast kunt, hoe je dat dan moet invoeren in het onderwijs als je nu wilt beginnen.
Nou, daarvoor krijgen jullie vanuit de handleiding de nodige informatie, maar ook zeker worden jullie daardoor de adviseurs van actief leren lezen goed in begeleid en geholpen. Daarnaast, en dat is misschien voor jou nog interessant, Helen, jij staat zelf ook voor de klas en werkt ook met de methode actief leren lezen. Er wordt gevraagd of er niet een digitaal materiaal bij de methode wordt gemist. En nu we natuurlijk met het thuisonderwijs gaan, kun jij volgens mij heel goed vertellen hoe jij nu met de methode omgaat. Ja, juist. Het geeft nu juist heel erg veel rust dat je niet meteen de druk voelt van, ja, ik ga het nu de methode niet afkrijgen. Nou, het is niet zo dat we helemaal niks bieden qua digitale omgeving. Er is een in-omgeving. Als het een meerwaarde heeft om het doel te maken, zijn er ook dingen op het digibord te tonen. Dus bijvoorbeeld je lesboek. En het leuke is dat wij niet zoals andere methodes zomaar allemaal dingen gaan afvuren op scholen en leerkrachten van de scholen zijn weer dicht. Dit bieden we allemaal. Maar wij hebben ervoor gekozen om eerst al onze scholen te vragen, waar kunnen wij jullie nou bij helpen? Waar hebben jullie behoefte aan? En toen zijn we dat gaan. Zo hebben we bijvoorbeeld een les voor elke dag een instructie en een thuisopdracht opgenomen. We hebben allemaal tips voor ouders gemaakt. We hebben werkbladen gemaakt die aansloten bij oud en nieuw en kerstmis. Dus eigenlijk wat wij doen is heel erg luisteren naar de werkvloer. En inderdaad die vraag over het speciaal onderwijs. We zien dat steeds meer speciaal onderwijsscholen ook bewust kiezen voor ons, omdat kinderen zich volledig kunnen focussen op het doel. En niet allemaal prikkels en afleidende illustraties, maar dat het heel doelgericht is. En wij zien dat ook kinderen in het SBO het heel prettig vinden dat ze zich helemaal kunnen focussen op het doel, omdat die structuur van het lesboek zo duidelijk is. Oké, dankjewel Helen voor je uitleg. Ik denk dat dat voor nu voldoende is. Mocht je er nou meer over willen weten, dan kun je ons altijd bereiken via de contactgegevens die Helen zojuist heeft laten zien. En anders natuurlijk gewoon via onze website. Vergeet ook niet om ons te volgen op alle sociale media kanalen. We zijn op LinkedIn actief, Instagram en Facebook. En als je de methode gebruikt, krijg je ook toegang tot een besloten Facebookgroep. Waarin we veel in contact staan met de leerkrachten. En waarbij we heel goed luisteren naar wat leerkrachten daar voor behoeftes in hebben. Dat heb je Helen net goed en duidelijk horen vertellen. Ik wil een beetje toewerken naar het einde van dit webinar, helaas. Want het is een interessant onderwerp en we kunnen er nog heel lang over doorpraten. Namens de uitgeverij Kluitmaar Educatief willen we jullie allemaal bedanken voor jullie bijdrage. Speciale dank voor de sprekers Joyce en Luc. Jullie zullen in de komende periode nog dit webinar terug kunnen kijken. Dat wordt allemaal via jullie mailadres gecommuniceerd. Je zult ook een introductiefilm ontvangen over de methode actief leren lezen. En ik wil jullie erop wijzen dat er binnenkort eind januari een review verschijnt in de JSW, het vakblad JSW, waarin je terug kunt lezen hoe iemand van buiten actief leren lezen onze methode heeft bekeken en wat die, of wat zij daarvan heeft gevonden vanuit een professionele blik ook. Er zijn nog vragen in de chat die we nog na dit uur zullen gaan beantwoorden. Dank jullie wel voor jullie actieve bijdrage en het stellen van deze vragen in de chat. Ik wil jullie nog heel veel succes wensen de komende periode met het verzorgen van thuisonderwijs. Laten we met z'n allen hopen dat het heel snel weer fysiek kan worden. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Nog een fijne dag en graag tot de volgende keer.